Als we in 2050 een volledig circulaire en duurzame economie willen bereiken, wordt het tijd dat we onze materialen gaan hergebruiken. Ook moeten we werken aan een schoner milieu en aan een integrale aanpak om de uitstoot van CO2 omlaag te krijgen. De unit Circulaire Economie en Milieu van TNO werkt aan toepassingen om dat doel te bereiken. Voor maatschappij, overheid en industrieën in Europa en Nederland. Economieën veranderen daarbij van lineair naar circulair en dat vereist een andere blik op onze wereld. Onze toepassingen zijn gebaseerd op de gedachte dat steden er niet alleen zijn om in te wonen, maar ook dienen als een enorme voorraadkast aan herbruikbare materialen. We helpen bedrijven om producten waar plastics in zitten zo te ontwerpen dat ze eenvoudig hergebruikt kunnen worden. Mochten deze producten toch afval worden, dan ontwikkelen we innovatieve recycletechnologieën om de basismaterialen terug te winnen. We kijken ook goed naar milieu en klimaat. We gebruiken satellietobservaties voor het monitoren en analyseren van schadelijke stoffen in de atmosfeer. We ontwikkelen modellen en kleine sensoren. Daarmee voorspellen en meten we op de grond wat de blootstelling en verspreiding is van stoffen zoals fijnstof en broeikasgassen. Met al onze modellen en technische, sociale en economische expertise helpen we overheden en bedrijven op weg om keuzes te maken voor de beste oplossingen naar een verdere verduurzaming. Zo dragen we bij aan een economie die in 2050 niet langer lineair, maar circulair is. En aan een CO2-neutraal en een schoon en gezond milieu.